Refu Interim is een project dat past binnen Cirque en Cirque. Dat is een productiebureau dat acts en producties aanbiedt op maat, hè? Ja, 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 en ze zijn vooral bekend van hun productie op de Gentse feesten elk jaar. Precies. Maar nu, binnen die culturele sector willen jullie een soort interimbureau zijn met dat project Refu Interim voor mensen die vrijwillig aan het werk willen gaan in de cultuursector. Ja, ja, wij willen zowel asielzoekers als herkende vluchtelingen helpen om hun eerste stappen te zetten naar de arbeidsmarkt. En wij doen dat via vrijwilligerswerk in de culturele sector. Ja. En misschien in de stille hoop dat dat kan leiden naar betaald werk op termijn? Ja, uiteraard, want er zijn veel voordelen aan eerst starten als werken als vrijwilliger. Ja. Je kan eigenlijk als vrijwilliger zelf op een hele flexibele manier kennis maken met allerlei soorten jobs die er bestaan. En in de culturele sector, ja, die kunnen dan kennis maken met die mensen, zien welke talenten en competenties dat ze hebben en hen hopelijk op termijn echt te engageren. En misschien, meneer Sabbe, is dat geen slechte manier voor iemand die als vluchteling hier binnenkomt, de zomer komt eraan, de festivals, het is de perfecte manier om en aan de slag te gaan en veel contact te leggen. Absoluut, want ja, het gebrek aan een netwerk is eigenlijk cruciaal in de zoektocht naar een job. Dus als dat via een tijdelijke job kan in een fijne omgeving, zoals de culturele sector, dan draagt dat zeker bij tot die ervaring en tot dat welbevinden dat finaal moet leiden tot een duurzame tewerkstelling. Ja, en leert ons cultureel kennen. Jullie hebben een intake gehad, Farah, 2 weken geleden. Ja. 250 man is daarop afgekomen. Ja, dat was echt heel, heel erg druk. Dat oversteeg al onze verwachtingen. Er is superveel interesse. Ja. We hebben op die dag zelfs niet iedereen een intakegesprek kunnen geven. Nee. Dus we organiseren volgende week een heel kleintje om de mensen die we toen niet hebben kunnen spreken opnieuw te kunnen zien. En hoeveel mensen zoeken jullie eigenlijk? Oh, ja, ik denk dat we nu even gaan stoppen bij die 250. Ja. En we hebben hen onderverdeeld in verschillende werkpoolers. En we gaan hen een klein opleidingstrajectje aanbieden en we gaan hen dan voor hen dan job zoeken. Hè. Is het enkel voor Gent of... Kan dat ook elders? Voorlopig starten we eerst in Gent. We hebben een proefproject van een jaar. Ja. Maar wie weet, als er extra middelen en extra goesting is, dat we wel kunnen uitbreiden. We willen dat zeker. Als het in Gent werkt, moet het ergens anders ook kunnen. Farah Laporte van Cirque en dus van het project Refu Interim. Dank u wel.